Je zei dat je Laura zou wijven, maar hoe sta je er nu in dan? Een hele goede avond. We starten de dag gewoon in de avond. Omdat ik de hele dag wat van mijn onderneming heb moeten doen. Ik denk het is niet zo... Ik had sowieso geen tijd om het te filmen. Ik ga even wat eten halen, want ik heb de hele dag niks gegeten. Dus laten we dat meteen doen. Ik kan naar New York gaan. Ik kan ook naar Domino's gaan. Ik denk dat Domino's wordt, man. Yes, man. Kapper fixen. Laat me even snel een kapper bellen. Ze nemen ook nooit op gewoon. Welkom bij de voicemail server. Uw gesprek is doorgezonden naar een automatische. Ik ga ze allemaal gewoon even rondbellen. Maar dat ga ik even doen. Ik ga even eerst naar huis. Ga ik even snel eten. Dan ga ik een kapper regelen. Dan ga ik lekker knippen. En als het niet lukt, dan ben ik nog steeds zo hairy. Maar het moet wel lukken, ik ben gewoon iedereen rood. Maar alle kappers connected gewoon. Yes. Even opgefrist. Nu even naar Rakim de Barber, die hebben kunnen regelen. Ga ik me knippen. Even snel doen. Man. Ik zie jullie zo, man. Zei je sowieso dat ik een kapper zou fixen, toch? Braka. Ja, toch. Om even frissen, man. Yes. Van de straat, hoeren zijn het lege telefoons, want ik laat dat. Hey, oh, goede klas, man. Ik voel me vet in warm. Kom in je huis, man. Zonder dat ik hen niet tap. Ik ben met para, je ziet dat ik echt niet lach. Achtervolging meter, ga je van die snelle. Hey, oh, goede klas, man. Ik voel me vet in warm. En zo naar Rakka de Barber, man. Heb me even snel opgefrist. Ja. We doen het dan. Woon je Purmerend en omstreken, connect die man. Ik zal die Insta hieronder zetten. Samen. Ik ga bij hem knippen, man. Yes. Ja. Let op. Zag je dat? Ik zag het ook voor het eerst, man. Ik weet wat mensen gaan zeggen. Je lijkt op Frenna, papa. Het is wel gek, man. Ik snap wat jullie bedoelen, man. Ik zie het ook een beetje in deze foto, man. Nou, kijk hier. Als hij blur is, lijkt... Dit is echt gek, man. Ik lijk op Stormzy. Ik hoor Stormzy. Ik hoor Lukaku. Ik hoor Frenna namen. Jullie hebben geen chill, man. Heel erg veel mensen, P. Wat is met jou? Paolo, Irritata. Echt zo brito. Kijk deze irritante kerel. Hij moet je dag filmen, man. Zeg hem maar. Weinig matties gewoon. Wie is dit? Elton? Nee, kjo. Wie? Britsel. Wat is dat, Willem? Nee, man, juist niet. Daarom. Oh, hij is er net al. We outside, we just playing sports. She asked me what I do, I say I play for the Gunners. Pray for my brothers, cause they stage in the gutters. Face cooking butters, man. Weet je waar ik ben als ik rij op een fietspad, hè? Man. De weg is gewoon daar zo. Je moet sommige mensen gewoon met een, via een fietspad bereiken, gewoon. Wat een gast, ouwe. Kerel, ik klop. Zie je me niet of zo? Man. Is die kerel doof of zo?
Man. Ik had niet eens door. Autist, joh. Ik heb 10 keer naar de deur. 10 keer keek ik, joh. Deze man is autist gewoon. Ja, zit je weer op YouTube? Wat is het? Ik dacht dat je op YouTube zit de hele dag. Rare autist gewoon. Kijk, 10 keer naar zijn deur. Je hoort geklopt. Ja, maar broer. Hoe dan? Er is toch geen licht daarvoor? Hoe moet ik weten dat je daar bent? Bro, je ziet dat, man. Je bent raar, man. Ja, je had even met je moeten schijnen, man. Met je flashlight. Doe je wat is dat? Nee, normaal doe ik de deur niet dicht zo vroeg, man. Ik had geen plannen vanavond, man. Je was bang? Ja, toch. Je weet maar nooit. Man. Is niet erg, toch? Je zei dat je Laura zou wijven, man. Hoe sta je er nu in, dan? Hè? Huh? No comment. Monica Geuze, Bibi of Laura Ponticorvo? Wie zou je vermoorden, wie zou je neuken en met wie zou je trouwen? En welke volgorde wil je? Wil je je mag gewoon, je mag het gewoon zeggen, man. Dus hoe je het wil. Trouwen. Laura wel? Ja, man. Denk wel, dat is wat voorbij zien komen, ze serieus aan mij. Dat is wat voorbij zien komen, ze serieus aan mij. Dat is wat voorbij zien komen, ze serieus aan mij. Mijn ding is bijna je handschoenen. Liever heel lang, hè? Nog of bijna je handschoenen. Mijn handschoen? Ja toch? Moet ik weggeven? Ja, bijna. Nog 30 likes of zo, man. Ja, kan gewoon. Moet je checken, man. Het zou leuk zijn als er een gelukkige winnaar komt. Dus je had 3 chimies. Uit welke 3 kon je kiezen ook, hè? Doutzen volgens mij? Doutzen zei, wilde hij uit respect niet kaatsen gewoon, toch? Dat was het. Dus je hebt Laura gekozen om te wijven, maar hoe sta je daar nu in dan? No comment. No comment gewoon. Iedereen moet zijn eigen leven leiden. Dat is wat voorbij zien komen. Hoe zou jij er als ouders in staan als dit je dochter zou gebeuren? Ik? Ja. Ik zou het wel vreselijk vinden, man. Is het oké? Ja toch? Niet door, man. Sowieso wil ik de vlog even hier afsluiten. Sowieso bedankt voor het kijken. Kijk een oude video hier. Kijk hier een nieuwe video. En vergeet niet te abonneren. Love.